Welkom bij onze review van Ticket to Ride Legacy, zonder spoilers. Ticket to Ride Legacy is een grote doos zoals je ziet, maar zit die vol met plezier of bederf? Daar gaan we achter proberen te komen in deze video. Ja, en het is een eerlijke review. Die doen we altijd in de voordelen, de nadelen, de oordelen. Dus daar komen we zo op terug. Maar eerst even in het kort, wat is Ticket to Ride Legacy? Nou, als je er alles over wil weten, kijk onze andere video's, want we hebben er al heel veel over verteld. Maar het is een legacy variant van Ticket to Ride. En Ticket to Ride is een spel waarin je treinen neer gaat leggen om routes te maken. En degene die het slimste, meeste routes kan afronden, krijgt daar de meeste punten voor. En die wint het spel. En een legacy variant is dan weer iets waarbij je eigenlijk het spel telkens gaat aanpassen door middel van stickers, extra kaarten en dat soort dingen. Ja, en legacy betekent echt dat het blijvende veranderingen zijn. Dus niet een campagne met een verhaal. Al zit er wel een verhalend element in hoor. Maar een campagne is iets wat je kan resetten en opnieuw kan spelen. En legacy is wel een blijvende verandering. Maar dat is wel part of the fun. Ja, precies. Dus... Want het voelt als een adventkalender. Ja. En dat vind je hier allemaal in. Dus het zit echt vol. Dus daar kunnen we alvast over vertellen dat er gewoon veel materiaal in zit. Dus je gaat veel dingen ontdekken. Ja, en voordat we dus... Naar de voordelen, de nadelen en de oordelen gaan, wil ik je even verwijzen naar onze andere video's voor meer uitleg over Ticket to Ride Legacy. We hebben een uitlegvideo gemaakt, we hebben een unboxing gemaakt, we hebben een playthrough gemaakt van alles. We hebben nog een video gemaakt over alles van het verhaal en wat het idee is van dit spel. Maar ik denk dat als je deze video kijkt, dat je dat al lang hebt gelezen en gezien en bekeken. En dat je gewoon benieuwd bent naar het oordeel. Met name om de prijs, denk ik. Want ik denk dat dat het grootste struikelblok is voor mensen. Dat denk ik ook. Maar goed, daar gaan we uitgebreid op terugkomen. We beginnen heel positief. We gaan als eerste kijken naar de voordelen. De voordelen van Ticket to Ride Legacy. Nou, de eerste kan ik wel eigenlijk inkoppen. Het is veel materiaal. Dus wat je erin vindt, het zijn 12 spellen, 12 scenario's. En elk scenario voelt voor mij weer voldoende anders van de voorgaande. Ja, en er zit, zonder spoilers te geven, echt voldoende, meer dan voldoende speelmateriaal in. Spelregelwijzigingen, extra... ik kan het natuurlijk niet zeggen helaas, maar geloof mij, daarin ga je niet teleurgesteld zijn. En wat een groot voordeel is, kijk, er zijn heel veel mensen die al heel veel Ticket to Ride gespeeld hebben. En oké, nu moet ik misschien oppassen omdat ik zelf niet alles van Ticket to Ride gespeeld heb. Maar wat ik erover weet, volgens mij zijn de dingen die hier toegevoegd worden, zijn uniek en zijn dat niet dingen die je vindt in andere uitbreidingen. Nee, en dus eigenlijk heb je in deze doos een aantal uitbreidingen van Ticket to Ride. Want, tweede voordeel, mocht je het nog niet weten, aan het einde van de campagne, dus aan het einde van de 12 spellen Legacy, heb je eigenlijk zelf een Ticket to Ride gemaakt. Dus je hoeft hem niet weg te gooien, het is niet klaar. Je kunt het gewoon blijven spelen. Je hebt eigenlijk een unieke Ticket to Ride gemaakt. En al het spelmateriaal dat er tijdens de campagne is bijgekomen, dat zijn natuurlijk eigenlijk uitbreidingen van Ticket to Ride. Precies. Gewoon die je niet in andere Ticket to Rides hebt en die echt heel tof zijn. Want wij hebben dus alles al gespeeld en we hebben hem al uit. Ja, precies. En dan krijg je dus een uniek bord. En dat is het leuke, dat het eindscenario voor iedereen er anders uitziet. En dat komt gewoon omdat je stickers gaat plakken. En je zult begrijpen dat sommige mensen sticker daar plakken en andere mensen plakken hem op een andere plek. Dus daardoor gaat elk bord er in ieder geval anders uitzien. En het is ook gewoon uiteindelijk echt een groot... mooi Ticket to Ride bord waar je ook, denk ik, daarna nog heel veel plezier in kan hebben. Ja, dat denk ik ook zeker. En zonder spoilers te geven, wat vond je van het Legacy deal? Wat vond je van de 12 afleveringen? Ik vond ze goed. Het materiaal wat erbij komt is van goede kwaliteit. Er zaten veel variatie. Veel variatie en er zaten verrassingen in die ik nog niet eerder gezien had bij andere Legacy spellen. Er zitten ook dingen in die je al kent van andere Legacy spellen, maar toch. Ik kan me voorstellen dat mensen die nog nooit een Legacy spel gespeeld hebben, dat die helemaal verbaasd zijn van wat er allemaal gebeurt. En mensen positief. Die net als wij, positief inderdaad. Mensen die net als wij die al behoorlijk wat Legacy spellen gespeeld hebben, die hebben dat ook zeker regelmatig. Ja, precies. En voor een deel zullen er dingen inderdaad voorbij komen waarvan je denkt, oh ja, dit had ik wel aanzien komen of dit is misschien niet heel verrassend. Maar maakt dat de fun minder leuk? Nee, wat mij betreft zeker niet. Nee, en kijk, die prijs waar het vaak over gaat, gaan we in de nadelen nog even op terugkomen, zeker. Denk ik. Want het is natuurlijk al een instapprijs. Maar goed, als je kijkt, je kunt dit 12 keer spelen. Dat zijn 12 compleet verschillende potjes. Er blijven wel dingen die door meerdere verhalen heen lopen. Maar alsnog is het behoorlijk verschillend. Dus als je dan kijkt, zeker omdat je uiteindelijk een spel maakt dat je kan blijven spelen,
Ja, ik moet zeggen, als ik het materiaal zie, dan snap ik de prijs. Ja, zeker. Ik inderdaad, want dat is natuurlijk inderdaad de grootste vraag. De prijs is gewoon hoog en uiteraard zullen we er op de negatieve kant zo terugkomen. Maar de positieve kant, vind je dat het geld waard? Ik vind dit het geld. Ja, ik wel. Persoonlijk wel. Ja, ik heb het ervoor over. En wat ik ook nog wel vind, is dat ze aan het begin, denk ik, even gekeken hebben hoe ze misschien TicketRide nog een klein beetje kunnen fine-tunen. Want zoals je in de uitlegvideo gezien hebt, is zeg maar de beginsituatie is anders dan een TicketRide Europe bijvoorbeeld zijn. Wat regelwijzigingen. Ik vind dat überhaupt, want je zult begrijpen dat die regelwijzigingen gewoon overeind blijven en dat dat ook uiteindelijk in het uiteindelijke spel voorbij komt. Ik vind die regelwijzigingen zelfs het basisspel nog beter maken. Ik ook. Ja, dat ben ik ook zeker met je eens. Dus de positieve kanten, superveel speelmateriaal, echt waar voor je geld. Je maakt een blijvend spel en die 12 afleveringen zijn ook echt te gek. Is echt een beleving. Helemaal leuk. Wat hadden we nou nog meer gezegd? Heb ik ze dan allemaal? Ja, mensen, schrijf het gewoon even mee, dan heb je het bij elkaar. Precies. Dit waren wat ons betreft de voordelen. Maar goed, we moeten ook kritisch zijn. Hè? Wat waren nou de nadelen van TicketRide Legacy? Ik ga er direct wat bozer van kijken, want er zijn natuurlijk bij elk spel zijn er ook nadelen. Dus ook in TicketRide Legacy. De eerste hebben we al even genoemd, dat is namelijk de prijs. En ondanks dat we net vertelden dat het wat ons betreft het waard is, is het gewoon een investering. Ik bedoel, TicketRide Europe, dan kun je voor een redelijke prijs kun je daaraan gaan beginnen. En dan heb je echt een spel wat tijden vooruit kan. Hierbij ben je nou ruim 2 keer zoveel kwijt. Ja, en dat zal een groot nadeel zijn, want het is gewoon een flinke prijs. En niet iedereen kan of wil dat ophoesten. Dat blijft gewoon een nadeel. Dus je moet eigenlijk voor jezelf afvragen, vind je dat het waard? Kijk, wij zouden het waard vinden. Maar misschien goed om te bespreken, wanneer is het wel waard en wanneer is het niet waard? Ik denk dat je je even af moet vragen, ben je fan van TicketRide? Want als je fan bent van TicketRide, dan gaat dit niet teleurstellen. Nee. Maar als je TicketRide prima vindt, ja, dan is dit wel leuker. Maar is het leuk genoeg? Dat vraag ik me af. Nou, dat denk ik niet eigenlijk. En dat is ook weer een positief punt. Want ik vind, het zou gek zijn als het opeens een compleet ander spel zou worden. Ja, want je maakt dit voor de fans van TicketRide. Ja, precies. Dus in al die scenario's blijft het gewoon overeind. Dat is niet eens een spoiler, want dat zul je zelf ook wel begrijpen. Ik bedoel, het treintjes plaatsen, dat blijft gewoon super belangrijk. Het blijft TicketRide. Het blijft TicketRide. Dus als je dat principe niet leuk vindt, of je hebt er geen leuke groep voor, dan zou ik het toch echt skippen. Want dan kun je beter naar andere legacy spellen kijken, die ook heel veel dingen toevoegen en ook waar je dat toffe element hebt. Maar TicketRide in de basis blijft gewoon overeind. En als ik dan nog een maar dit is echt een klein dingetje. Voor mij had er nog wel iets meer verhaal in gemogen. Ja, maar eens. Dat is heel, heel, heel persoonlijk. Wij houden heel erg van verhalende coöperatieve spellen. Nou is dit natuurlijk geen coöperatief spel, maar ik weet ook dat er mensen zijn die wel gewoon een paar regeltjes verhaal leuk vinden, maar die dan denken, ja, kom op, niet zoveel verhaal. Ik ben hier geen boek aan het lezen, ik ben hier om een spel te spelen. Dus dit is heel persoonlijk. Voor mij had er iets meer verhaal in gemogen, maar ik denk dat er heel veel van jullie zijn die denken, nee, dit is eigenlijk juist een voordeel. Ja. Dat er verhaal in zit, maar niet te veel. Ja, maar ik wil toch nog iets groter aanstippen, want ik vind wat ze nu gedaan hebben is een sumier verhaal wat dingen aan elkaar praat. Hebben ze vast bewust gedaan. Hebben vast bewust gedaan, inderdaad. En nogmaals, heel veel mensen zullen er blij mee zijn. Maar goed, als ik dan toch een kritisch punt moet noemen, wat mij betreft had het net zo goed geen verhaal kunnen zijn. Of hadden ze kunnen zeggen, het is een stuk groter. Want het draait nu echt om de verrassingen van het materiaal wat erbij komt. Wat top is, maar dat verhaal voegt niks toe. Nee, het is meer een beetje een uitleg van wat er gebeurt. Anders is het natuurlijk een beetje random. Nee, klopt. Maar goed. En dat gezegd hebben, dan vond ik het verhaal van ja, ik weet niet of dat voor iedereen, ja, dat moet wel voor iedereen hetzelfde zijn. De laatste afleveringen, als ik het even zo zeg, vond ik wel heel tof gedaan. Ja, zeker. Ook überhaupt in de finale zit nog wel iets dat ik denk van, oh leuk dat ze nu dit gaan doen. Ja, dat bedoel ik inderdaad. Ja, nee, precies. Dus dat is tof. Ja. Maar ik denk wel, kijk, er had eventueel qua verhaal meer in gezeten. Want ik bedoel, meer dan 50 jaar spoorweg opbouwen in Amerika. Zeker. Er zit natuurlijk heel veel verhaal in. Maar wat ze zelf ook in de handleiding zeggen, en misschien heeft het daar ook wel mee te maken. Kijk, het opbouwen van het spoorwegnetwerk, dat heeft niet iedereen goed gedaan, om het even zo maar te zeggen. Dat is goed omschreven, Er zijn dingen niet goed gedaan. Er zijn mensen minder goed uitgekomen, om het maar even zo te zeggen. Dat stippen ze zelf ook even aan het einde van de handleiding.
dat hoeft natuurlijk niet een verhaal omschreven te worden. Nee, maar ik kan me voorstellen dat inderdaad, als je dan een uitgebreid verhaal zou doen, dat je altijd mensen tegen het zere been spot. Ja, je wil geen dingen bejubelen die niet bejubeld moeten worden. Precies. En je wil geen mensen die het slecht gehad hebben negeren of weet ik het nee, wat. Nee, absoluut niet. Dus wat dat betreft is het misschien wel goed gedaan. Ik denk dat het is misschien een te lastig en beladen thema om er dan een heel groot verhaal van te maken. Maar goed, ik vind wel het aan moeten noemen. Ik bedoel, het had uitgebreider gekund. Had ik leuk gevonden. Ja, maar dat is dus nogmaals heel persoonlijk, omdat wij heel erg daarvan houden. Maar weet ik zeker dat er mensen zijn die, daarom doen we het ook zo met voordelen na de oordelen. Ja. En een mening is maar een mening. Dat jij er anders over denkt, helemaal prima. Ik denk dat tijd is voor het oordeel. Volgens mij ook. Laten we gaan naar waar we alles samen laten komen. Wat vinden wij nou echt, alles samenvattend, van Ticket to Ride Legacy? Oké, voordelen, nadelen. Wat is je oordeel? Goed. Echt goed. En dan is goed niet, 6,5. Goed, was ik op school blij mee. Hier, dit zet ik wat hoger neer. Dit is een goede legacy. Ticket Ride vind ik leuk, dus dat helpt. Maar dit is wel by far het beste Ticket Ride wat ik gespeeld heb. Ja, en ze hebben er 5 jaar over gedaan om het te maken. Dat zie je terug. Ja. Er zit echt goede twists in. Zelfs voor ervaren legacy spelers zoals wij. Want er zijn weinig legacy spellen, zo niet geen legacy spellen die we nog niet gespeeld hebben. Zaten er verrassingen in. Het zat goed in elkaar. Het spel blijft overeind. Dus de Ticket Ride liefhebbers gaan er sowieso van genieten. Maar er zit ook zeker voldoende variatie in. Het is heel duur. Maar het is geen geldklopperij. Want de materialen die er gebruikt worden, die zijn gewoon ontzettend duur. Er zit heel veel in. Al met al ben ik gewoon heel positief. Ja, en het klopt gewoon. Je merkt gewoon dat aan alles nagedacht. We zijn niet vastgelopen bijvoorbeeld. En dan zullen mensen denken, ja, dat mag ik ook hopen dat je niet vastgelopen bent. Maar goed, het is wel zo dat we hebben niet de dingen op moeten zoeken op internet. Was bij ons ook nog lastig omdat die nog niet uit was. Maar goed, alsnog hebben we zeg maar zonder een hulplijn het door kunnen zetten. En je hebt gewoon soms wel bij campagnespellen of bij legacy spellen dat ergens een foutje insluipt. Wij zijn niet tegengekomen. Nee, precies. En het is natuurlijk een voordeel, dat zijn we helemaal vergeten te noemen, dat er ook een Nederlandse versie is. Voor sommige mensen is dat zeker een voordeel. Precies. Dus samenvattend, kijk, het is geen top 10 materiaal voor mij. Nee. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. Maar dit is wel het beste Ticket to Ride ooit. Een van de beste legacy spellen die ik ooit gespeeld heb. Ja. En het gaat ruim boven de 8. En de doelgroep is denk ik ook enorm. Want je moet van Ticket to Ride houden, maar het is geen expertspel. Nee. Dus het is gewoon instap klaar. En ik ben gewoon heel fijn om heel veel redenen dat legacy spellen tegenwoordig ook betekent dat je het niet weg hoeft te gooien en dat je gewoon een blijvend spel maakt. Want dat is gewoon en voor de investering die je erop maakt, maar ook voor het milieu en gewoon het feit, je dingen weggooien, daar heb ik echt een hekel aan. Dus echt gewoon goed. Helemaal mee eens. En het leuke is ook, kijk, met Machi Koro Legacy niet meer verkrijgbaar, is dit eigenlijk een hele goede My First Legacy. Als in, het is niet een moeilijk spel. Heel veel mensen kennen het al. Dus als je Legacy een keer wil proberen, dan is dit denk ik de beste plek om te beginnen. Ja, maar de dingen die je dus af moet vragen, vind je Ticket to Ride leuk en vind je de investering waard? Ja, die vraag kunnen we niet voor je beantwoorden. Dat moet je toch echt zelf doen? Precies. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze video. Ik ben heel benieuwd over jullie mening over Ticket to Ride Legacy. Ja. Mocht je maar gespeeld hebben of wat je ervan verwacht als je hem nog niet gespeeld hebt. Ja, zeker. Dus bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende. Lieve groetjes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.